Ik sta nu op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, want ik ben onderweg naar Midden-Beemster. Daar heb ik afgesproken met Twan. Hij is chauffeur op een LZV bij Netcargo en ik ga hem aan de tand voelen over zijn nieuwe Actros. In Op pad met Eline rijd ik dwars door Nederland om met chauffeurs te spreken over hun ervaring met de nieuwe Mercedes-Benz Actros. Ik neem een kijkje in hun werkzaamheden, hoor het verhaal achter hun truck en bespreek met hen de nieuwe innovaties. Dit is Op pad met Eline. Ik ben in Midden-Beemster en de LZV is al losgekoppeld. Dus Twan is al aan het lossen en volgens mij komt hij eraan. Hey, ik ben Eline. Twan. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedendag. Hoe lang rij je er nu op? Dit is de tweede week. Tweede week? Ja. Oké, okay, nou ik ben benieuwd hoe het bevalt en zo. Zullen we erin gaan? Ja, is goed. Een aantal dingen noemen die echt opvallen aan deze truck? Ik vind dat Mercedes denk ik wel vooruit springt, zeg maar, met de mirrorcams. Ik denk dat dat echt wel iets is waar dat er nu over gepraat wordt van oh, je rijdt zonder spiegels, deze niks en het is echt wel wat. Je moet het ondervinden, je moet het meemaken, je moet je openstellen voor nieuwe dingen. Dan krijg ik van de week een vraag van een volger over of de camera's, de mirrorcams, wel ook goed LZV's kunnen volgen. Omdat je zo lang natuurlijk bent. Wat is jouw ervaring daarmee? Het volgen van de LZV-combinatie vind ik echt goed voor camera's. Hij volgt helemaal mee zodra je een bocht omgaat. Je ziet nog steeds de achterkant van jouw trailer. Altijd. Zo scherp je bocht ook maakt, je blijft hem zien. Dat hij hem in de spiegel niet. Als je dan zeg maar in de dode hoek of zeg maar op de achterkant en je zou zeg maar achteruit over je hand zeg maar, dan zet je helemaal naar voren. Oh ja, kent ook, kent niet. Ja, dat hoeft nou niet, want hij volgt hem altijd. Dat zijn wel snufjes waar ik denk van ja, dat zijn dingen die maken het en veiliger en voor jezelf een stuk comfortabel. Je blijft gewoon lekker in je stoel zitten. Ja, je kijkt gewoon goed. Je hebt ook overzicht. De dode hoek is weg. Ja, ik vind het wel een vooruitgang. En nou even concluderend, hoe rijdt hij nou? Ja, ik ben er echt tevreden over. Een hoop opties, fijne opties, vernieuwend. Ja, gewoon een nette, ja, strakke auto met een hoop nieuwe, innovatieve snufjes. Ja, echt netjes. Meen serieus. Mooi. Gaaf om te horen. Ja, dat is toch leuk? Ja. Ja, en dat in 2 weken. Dus dankjewel dat we je auto hebben mogen zien. Veel veilige kilometers ermee gewenst. Veel plezierige kilometers. En ook heel veel succes straks met de aflevertraining die je nog gaat krijgen. Ja, dankjewel. Doeg. Doei. Dit was de Actros van Twan van Netcargo en we gaan door naar de volgende. Benieuwd naar meer ervaringen met de nieuwe Actros? Bekijk dan snel de volgende aflevering van Op pad met Eline. Ik kwam er digitaal van binnen nu, dat is een modern dashboard, dat is ook leuk.